Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we aan de slag met het aanleggen van een nieuwe moestuin. Heb jij nu een stuk gazon en denk je, nou daar wil ik graag een moestuin van maken? Misschien een klein stukje of een hele grote moestuin, maar net wat je nodig hebt. Zodat je ook zelf je eigen groenten kunt gaan verbouwen en meer zelfvoorzienend kan worden. Nou, vandaag zal ik je vertellen, dat kan. En in deze video laat ik je zien hoe je zelf een moestuin kunt gaan beginnen, gewoon op een bestaand stuk gras. Zonder te spitten en zonder te vrezen. Dus laten we aan de slag gaan en dan laat ik je vandaag stap voor stap zien hoe je zelf ook zo'n moestuin kan aanleggen. Zonder dat je daarvoor je hele grond moet gaan omgooien. Nou, ben je nieuw op dit kanaal? Vergeet dan zeker niet even je te abonneren op dit YouTube kanaal. Zodat je geen enkele video meer mist. En zodat ik je verder kan inspireren om ook je eigen ecologische moestuin te gaan beginnen. Dus doe even een duimpje omhoog, abonneer je op dit kanaal, klik even op het belletje, zodat je ook een melding krijgt wanneer weer de volgende video beschikbaar komt. En dan gaan we nu lekker aan de slag met de nieuwe moestuin. Vandaag gaan we aan de slag met het aanleggen van tiltbedden, een nieuw stuk moestuin, op een bestaand stuk gazon. En in deze les gaan we verder op in hoe je een moestuin kan beginnen, gewoon op het gras, zonder te gaan spitten of te gaan frezen. We gaan vandaag aan de slag met het afdekken van de grond met karton, compost en houtsnippers en gaan zo eigenlijk een heel nieuw stuk moestuin aanleggen hier achter mij. Nou, de bestaande situatie is op dit moment al gras. En wat we hier al hebben gedaan is dat we het perceel hebben uitgemeten waar het stukje moestuin komt. En daar hebben we dus nu al touw uitgezet, zodat we precies weten waar het komt. En er waren wat oneffenheden in de bodem. En daar hebben we alvast een beetje aarde overheen gegooid om het te egaliseren. Maar eronder zit nog steeds gras. Dus in principe is het gewoon een heel stuk gazon. En daar gaan we vandaag mee aan de slag om dat om te toveren tot een nieuw stukje moestuin. Nou, wanneer we een moestuin beginnen, zijn we vaak gewend om, als we een bestaande vegetatie hebben of een stuk gras, om eerst dat gras helemaal te gaan verwijderen. En dat kan je doen door eerst te frezen en vervolgens onder te spitten of om het direct onder te spitten. Maar dat is natuurlijk heel veel fysieke arbeid en daarmee gaan we natuurlijk ook heel erg de bodem verstoren. Op zich is het wel een mogelijkheid aan het begin van een situatie en vervolgens je bodem opbouwen. Maar het kan ook op een andere manier. En dat gaan we vandaag, laat ik je zien in deze les, dat we hier gewoon deze bodem helemaal gaan bedekken. En het idee daarvan is dat we er eerst een laag karton overheen leggen. En vervolgens komt daar de compost overheen en de houtsnippers. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het gras helemaal wordt afgedekt. En dat het eigenlijk ondertussen eigenlijk gaat verteren, terwijl we er bovenop alweer iets nieuws kunnen gaan telen. Dus door het seizoen heen gaat het verrotten onder de grond. En doordat het is afgedekt, krijgt het geen licht meer en kan het niet meer gaan groeien. Dus dat is eigenlijk het hele idee van het afdekken. En zodat je meteen eigenlijk ook al kunt starten. Het is wel belangrijk om te weten dat je daarvoor wel veel compost nodig hebt. Een vrij dikke laag. 10 tot 15 centimeter is het beste om mee te starten. Dus je hebt wat meer nodig dan gewoon als je op een kale grond begint. Maar op die manier kun je wel meteen van start gaan en kun je meteen al aan de slag met een moestuin. Dus je hoeft niet meer te spitten en niet meer te vrezen. Dus laten we lekker aan de slag gaan en laat ik je deze les stap voor stap zien hoe je dat ook zelf kunt gaan doen. Wanneer je weet waar je een stuk moestuin wil aanleggen op een stuk gazon, kun je dat eerst even gaan uitmeten en uitzetten met een touw. En wat de eerste stap die we gaan doen is het voorbereiden van de grond. En het enige wat we daaraan doen is dat we de ondergrond gaan losmaken. Vaak is een gazon, wordt veel opgelopen, de ondergrond is vaak hard en dicht. En omdat we niet gaan spitten of gaan frezen, is het goed om voordat we de bodem gaan afdekken, om de eerste ondergrond wat los te maken. En dat doen we met de woelvork.
Ik zal je zo laten zien, gaan we stap voor stap gewoon het hele stuk gaan we loswoelen. Zodat de hele ondergrond goed loskomt. Maar ondertussen blijft de bovenlaag gewoon intact en blijft het gras gewoon zitten. En dan kunnen we dat daarna gaan afdekken. Dus we gaan nu eerst aan de slag om de hele grond los te maken. We hebben nu de hele grond losgemaakt met de woelvork. Het handigste werkt het wanneer van tevoren het gras goed kort gemaaid is of al heel kort is. In dit geval hadden hier al een paar keer de kippen geslaan. Dus als je kippen hebt is dat ook een ideale methode om je gras al een beetje weg te krijgen. Door ze gewoon elke keer een beetje te verplaatsen in een verplaatsbare ren. En anders kun je gewoon heel het gras gewoon zo kort mogelijk maaien. En vervolgens dus elke keer de woelvork om de 20 centimeter de grond insteken. Naar achteren trekken en zo de ondergrond wat losmaken. En dat is eigenlijk de enige bodemvoorbereiding die we op dit moment hoeven te doen. En dan gaan we nu aan de slag met het afdekken van de bodem. Nou, we gaan nu het hele tiltoppervlak gaan we afdekken met karton. Nou, waarom gebruiken we karton? Karton is gerecycled papier. En het voordeel van karton is dat het best wel even duurt voordat het verteert, dat het een goede dichte laag maakt. Maar het is wel gewoon biologisch afbreekbaar en na verloop van tijd zal het gewoon gaan composteren. Maar in de tussentijd kan het goed het onkruid, het gras onderdrukken, zodat het er niet doorheen kan komen. En eigenlijk heb je gewoon een periode nodig dat het gras totaal niet kan groeien, zodat het uiteindelijk zal afsterven en zal composteren in de grond. Nou, daarvoor kun je dus ideaal karton gebruiken. Sommige mensen hebben natuurlijk wat bedenken bij karton. Belangrijk als je karton gebruikt is dat het gewoon bruin karton is waar geen inkt op zit, waar geen bestikkering en dergelijke op zitten, zodat het zo natuurlijk mogelijk materiaal is. Nou, je kan gewoon karton hergebruiken, oude dozen of grote stukken karton zoals ik hier heb. Als je hele grote oppervlakten hebt, heb je natuurlijk best wel wat van nodig. En dan kan het handiger zijn om gebruik te maken van karton op een rol. Ik heb hier karton op een rol, dat heb ik gewoon via internet besteld. Je kan het eigenlijk in alle soorten breedtes kun je dit kopen. Het is een één laagje karton, één laagje maar, dus het is niet super dik. Belangrijk hierbij is te bedenken dat je altijd goed een beetje moet overlappen. Dus aan zijkanten moet je altijd minimaal 20 centimeter overlappen, zodat de onkruid er niet tussendoor kan groeien. En dat is ook het voordeel van zo'n rol. Het is gewoon een grote oppervlakte en het is helemaal dicht. En met dozen heb je vaak allemaal kiertjes en gleufjes die je allemaal weer moet afdekken. En dan heb je veel sneller dat er weer onkruid tussendoor komt. Dus als je wat grotere oppervlaktes hebt, zou ik adviseren om gewoon zo'n rol karton te bestellen. En dat kun je dan heel makkelijk uitleggen over je tuin. Nou, hoe dik moet je dat dan gebruiken? Dat is een beetje afhankelijk van de beginsituatie van je moestuin, van je grond. Wanneer er veel hardnekkig onkruid in zit, dan zou ik adviseren om gewoon een dubbele laag karton te doen. Omdat het maar een enkele laag karton is. Maar als het gewoon, gewoon gras is, zoals hier achter mij, wat niet super dicht is en waar geen wortelonkruiden in zitten, dan kun je ook prima één laag karton gebruiken. Dus we gaan nu de karton uitleggen over de tuin. We gaan elke keer een stukje overlappen. En dan zorgen we dat het hele oppervlakte goed bedekt is. En dan kunnen we verder met de volgende stap. Thank you.
Nou, we hebben nu de hele tuin afgedekt met karton. We hebben het al wel even goed vastgelegd met een aantal stenen, zodat het niet weg kan waaien. En dan is het nu tijd om de tiltbergen te gaan uitmeten. En ik heb al een touw gespannen helemaal eromheen, zodat ik precies weet waar het blok is, waar de tiltbergen komen. En in totaal komen hier 4 tiltbergen van 75 centimeter breed en 4 meter lang. Nou, die tiltbergen gaan we uitmeten, gewoon met een meetlint, en die gaan we markeren met piketten. Die heb ik gewoon gemaakt van bamboestokken. Een bamboestok van 1,50 gewoon in 4 gedeeld met een takkenschaar. En op die manier kun je makkelijk zelf heel wat piketjes maken. En die gaan we zo meteen op de juiste afstand in de grond slaan, zodat we precies weten waar de tiltbergen komen. En dan kunnen we dan aan de slag met het aanleggen van de tiltbergen met compost. Dus we gaan nu aan de slag met het uitmeten en dan krijgt het straks steeds meer vorm. Nou, we hebben alle tiltbergen hebben uitgemeten en we hebben er meteen al hier achter mij een touw omheen gespannen, zodat we precies weten waar het tiltbed is. En dan kunnen we nu beginnen met het brengen van de compost. In principe, als je het bodem afdekt op gras, dan wil je eigenlijk ook meteen erin kunnen telen dit komende seizoen. Dus dan is het ook goed om een dikke laag compost toe te voegen. In principe kun je ongeveer 10 tot 15 centimeter gebruiken. In dit geval doen we 15 centimeter. Dat is natuurlijk best een dikke laag. Maar dan kunnen we daar ook meteen dit komende seizoen al in gaan telen. En is er ook voldoende afdekking op het gras, zodat het niet alsnog er doorheen kan gaan groeien. Dus als je meteen aan de slag wil, zou ik adviseren om meteen 15 centimeter compost erop te leggen over het karton. En in het loop van het seizoen zal dat karton gaan verteren en kunnen ook de wortels dieper gaan groeien. Nou, op de paden komt een dikke laag met houtsnippers, dat gaan we later doen. Maar we gaan nu eerst starten met het brengen van de compost. In totaal zijn deze bergen 4 meter lang en 75 centimeter breed. En dan hebben we ongeveer zo 5 tot 5,5 kruiwagen per bed nodig. Dit waren de eerste stappen van het aanleggen van een nieuwe moestuin. Dus vandaag hebben we eigenlijk de hele bodem bedekt met karton, met compost, de bedden uitgezet. En de volgende stap is dat we de paden gaan aanleggen. En in de volgende video zal ik je stap voor stap laten zien hoe je zelf ook praktisch de paden kan aanleggen, zoals je hier ziet met
onder andere houtsnippers. En zal ik je ook meer gaan vertellen over het bemesten van de tilberren, zodat je ook direct aan de slag kunt gaan, direct na het aanleggen, met het zaaien en het planten van je verschillende groentes. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet eens de video nog even te liken, een duimpje omhoog te doen. En wil je nog graag weer meteen de volgende video zien, klik even op het belletje. Dan krijg je meteen een melding zodra de volgende video beschikbaar is, waarin ik je de volgende stappen zal laten zien hoe ik deze hele moestuin heb aangelegd. Dus ik wens je heel veel succes met je eigen moestuin en dan zie ik je graag terug in een volgende video.